Games Uur, tweede aflevering, Xbox Showcase, Starfield Direct en de PC Gaming Show. Samen met Boris gaan wij hier ons azijn overheen gooien. Of, wie weet, vindt het wel heel vet. Want dat kan ook namelijk. Hè? Als we iets goed vinden, dan geven we dat ook ruimhartig toe. Eerste Teams Uur ging over de Summer Game Fest. Daar zat jij niet bij. Heb je daar nog iets over te zeggen? Nee, niet echt. Niet echt. Nee, het was leuk dat het publiek was. Ja. Dat vond ik prijzenswaardig. Voor de rest niet bijster bijzonder. Precies. Ik wil de volgorde een beetje gaan omdraaien. Want ik denk dat we heel veel te zeggen hebben over de Xbox Showcase en de Starfield Direct. Ja. Laten we het eerst even hebben over de PC Gaming Show. En het is bijna een soort van meme aan het worden bij ons. Het is de Kentia Hall. Het is gewoon de Kentia Hall. Weet je? Het is gewoon zo van, oké, laten we kijken wat voor goedkope crap hier langskomt. Het is ook een beetje het model van die PC Gaming Show. PC Gaming Show komt volgens mij oorspronkelijk vanuit PC Gaming Magazine. Of PC Gamer Magazine. En dit is een game die voorbij kwam. Nova Roma. Dat vond ik wel aardig. Een soort city builder. Maar dan vanuit het oude Rome als het ware. Mm-hmm. Nou, je kan zo te zien ook een ramp kun je veroorzaken. Ik vond het wel geinig. Ja. Dit zijn nou het soort games waarvan ik denk van ja, ik zou hier anders nooit van gehoord hebben. Klopt. Dit moet wel overigens wel echt ontzettend goed zijn, wil ik het gaan spelen. Ja. Maar toch, het heeft een soort... Ja, het heeft een soort kwaliteit waarvan ik denk van, ik weet niet of ik helemaal fan ben van het grafische stijltje. Mm-hmm. Maar ik vind het ook niet per se vervelend. En het heeft wel een soort gezelligheid of zo. Ja. De reden dat ik dit even pak, bedoel, het is iets wat jou was opgevallen. En dat vind ik al vrij knap. Er zit een businessmodel achter Summer Game Fest en de PC Game Show. Iets anders dan bij bijvoorbeeld een PlayStation Showcase of een Ubi Forward of een Xbox Showcase. Dat zijn hun eigen shows waarbij ze voornamelijk hun eigen werk doen. Dan zijn ze hun eigen platform aan het promoten en het er zal ongetwijfeld wel wat geregeld worden dat bijvoorbeeld in Ubisoft hun Star Wars game, dan krijgen ze voordeeltjes met marketing, blablabla. Er wordt ongetwijfeld gehandeld, maar bij de PC Gaming Show kun je gewoon slots kopen als developer. En dat zorgt er een beetje voor dat je natuurlijk ook allerlei hele vervelende meuken binnenkrijgt. Want ja, ze hebben betaald, dus ja, dan moet je het ook tonen. Ja. Zo simpel is het. Nou ja, en dat is het ding. Kijk, ze hebben een aantal verschillende aanbiedingen. Je kan, weet ik veel, 1 minuut trailertje of 2 minuten of 5 minuten. En dan hebben ze ook nog een developer interview en weet ik veel. En dan betaal je maar wat. Zo'n 2 minuten, het goedkoopste slot is kost $750. Ja, ik laat gewoon $50. Het beeld zien hoor. Dus, Ja, inderdaad. Nou, Last Frame Home. Vond ik ook wel geinig. Dit ook weer zoiets, weet je. Dan zie je dit. En dat vind ik ook zo in die live action footage. Weet je, dat gewoon. Oké, we kunnen geen trailer maken, dat is te duur. Tenminste, geen CGI, dus dan gaan we maar live action shit doen. Maakt verder ook helemaal niet uit. De vraag is de gameplay leuk? Mm-hmm. Ik vind het opvallend dat een THQ Nordic titel hier op die PC gameplay beurs wordt weg. Of livestream wordt weggestopt. Ja. Want het is natuurlijk een beetje goedkoop. En het ding is van, de reden waarom het een meme is bij ons, is een beetje, het duurt 2 uur. En 2 uur is echt lang. We hebben het over 55, volgens mij minimaal 55 trailers die achter elkaar worden gechased. En het is altijd aan het eind van de avond. Dus het is altijd, als je dan zit in de studio, dan is het een uithoudings... Ja, nachtwerk. Ja, precies. Het is een uitputtingsslag. En kijk, ik snap dat er geld verdiend moet worden. Daar is niks mis mee. Alleen dat format van die 2 uur, het slaat echt volstrekt dood. Dus er kan best wel halverwege iets leuks bij zitten, maar je bent zo murf geslagen door al die shit. Ik ben op een gegeven moment gestopt met kijken. Ik zat gewoon wat andere dingen te doen. Ik kijk het 's avonds wel. En dat is natuurlijk wel zonde. Het heeft voor mij geen charme meer. Nee, kijk, uiteindelijk deze hele periode draait op het verheugen op nieuwe games. Ja. En je verheugt je natuurlijk per definitie op de grote titels. Mm-hmm. En kijk, dit kijk je in de hoop dat er iets tussen zit. Ja. En ik moet zeggen, dit is nou een goed voorbeeld van een game. Ja, misschien is het achtig. Ja, het deed me eigenlijk een beetje aan... hoe heet het denken? Aan... wordt in Opposing Fronts. Mm-hmm. Jezus. Company of Heroes. Company, ja. En daar doet het me een beetje aan denken. Misschien is dat misschien is het niet slecht. Misschien is het leuk. Misschien is het de moeite waard. Ik weet het niet.
Het is THQ Nordic is natuurlijk wel een al wat grotere uitgever voor wat er dus heel veel indie werk zat ertussen. Ik zit te kijken of ik nog wat leuks uit kunt halen, maar ja, er is zoveel getoond. Het is bijna niet meer. Nou, en heel veel volledig nietszeggende indie shit. En ik weet je, ik ben zo klaar met mooi ontworpen lege indie games en vooral die beetje rare fantasy shit. Dit is een goed voorbeeld, weet je, dat ik gewoon zoiets van niets in dit resoneert bij mij. Ja. Ik hoef het niet, ik wil het niet, ik wil het niet eens zien, weet je. En het, er worden zoveel van dit soort games gemaakt. Het is bijna een soort van het amateurvoetbal. Hè? Een paar daarvan die gaan ooit naar de tweede divisie en misschien naar de eerste divisie en misschien ooit naar de eredivisie. Het is een struggle en 99% blijft hangen in deze ellende en bestaat over 5 jaar niet meer. Ja. Het is wat het is. Ik vind ook altijd, maar dat hoort ook een beetje bij dat zo'n PC gaming show, de manier waarop ze het doen, die presentatoren, het blijft een beetje in de nerd vibe hangen, waardoor ik het ook net even wat minder serieus neem. Maar dat is meer een persoonlijk dingetje. Ja, het is vooral heel veel. Ja. En De knulligheid straalt er vanaf. En niet alleen de presentatie in de show, maar ook gewoon de games. Weet je, die zijn ook knullig vaak. Dus dat trekt elkaar een beetje aan. En ik denk, als je als game niet over wil komen als knullig, dan ga je niet in deze shit zitten. Dan ga je iets anders verzinnen. Ja, dat denk ik ook, ja. Weet je, en ik snap het niet, want THQ Nordic, weet je, die kunnen best wel een eigen persconferentie livestream doen, weet je. Dat, ja, dan hoef je niet ja. die game daar zo weg te pleuren, weet je. Het slaat nergens op. Nee, ja, wat mij betreft, ik ga die trailertjes nog wel eens een keer allemaal rustig bekijken, maar ik vond het, ja, we waren ook bij Blast, dus het was hartstikke warm. Ik vond het, ja, weet je, het pakte mij gewoon niet echt. En dat doet het eigenlijk al jaren niet heel erg. Maar goed. Ja, maar goed, dat is ook een beetje de grap ervan. Mm-hmm. Weet je? Ik bedoel, we hebben ook dit een keer zitten kijken en toen zit er opeens de nieuwe Age of Empires werd hier getoond. Dat is waar, ja. Ja, dat wat is dat? Want dat is ook zo'n ding. Dan ga je kijken, waarom zou je op play drukken? En dan zie je van een uil en een logo wat er wel goed uitziet. Weet even je kijken, welke bedoel je? Eentje lager. Dit, ja, die daar. Nee, eentje hoger. Deze. Ja. Wat is het? Een uil. Jump Light Odyssey. Ah, oké. Zootopian Fleet. Keep Hope Alive. Ja. Nou ja, dit soort dingen. Maar ik bedoel, ik zeg niet dat het stom is. Dit zou best wat kunnen zijn. Ik weet het niet. Wat is dit? Een space strategy game? Een soort van ruimteschip management? Zo ziet het eruit. Kan best leuk zijn. Dat maakt het ook wel moeilijk, hè? Ik bedoel, straks gaan we het hebben over Starfield. Dit zijn vaak ook niet de meest simpele games, weet je? Van wat is hier aan de hand? Ja. Wat moet je doen? Hier hoort eigenlijk een stuk uitleg bij. Maar ja, het kost geld, hè? Ik bedoel, je betaalt voor een slot. Dan kan je een klein slotje nemen of wat langer. Of je kan een interviewtje bijdoen, dan kost het nog meer geld. Nou, die indies hebben dat geld waarschijnlijk niet, want die moeten hun budget spreiden over zoveel mogelijk dingen. Ja, dan krijg je dus een trailer waarvan de meeste mensen denken, oké, maar wat moet ik doen dan in die game? En dan ben je eigenlijk al klaar, hè? Want indies hebben niet zoveel momenten. Ja, het is een adventure sim. Nou, lijkt me best een leuke game op zich. Ja, ik weet niet. Ga ik wel checken. Ga ik op mijn wishlist zitten. Hey, en ik zag nog een andere. Dat vond ik wel grappig. Dat is die Microsoft heeft daar natuurlijk die Flight Simulator laten zien. Ja. Waar dat heen gaat. En vooral June keer Flight Simulator staat iets lager volgens mij. Ik ga eens even kijken. En ik had echt zoiets van, mijn god, wat zijn ze die serie aan het aandoen. Ja, dat werd wel getoond tijdens de Xbox. Flight Simulator. Ja, precies. Dan maken we al wel de switch naar de Flight Simulator. Ik wil eigenlijk even de PC Gaming Show afmaken. Dat is het moeilijke van voor dit soort kleine partijtjes hebben ze maar heel weinig momenten om te shinen. Om even een grote publiek te bereiken. Dit is het moment, weet je. Ja. Dus goed. Niet alles is blijven hangen, maar net zoals jij. Misschien moet ik het thuis gewoon nog eens een keer in het weekend rustig bekijken. Maar het ding is, het is interessant, want het is niet dat er alsof er geen kwalitatief hoogwaardige games tussen zitten. Maar je hebt gelijk, de concepten van die games vereisen soms meer dan die 2 minuten die ze hebben. Ja. Dus dat klopt niet. De context is altijd kut. Want omdat die games vaak zo
typisch indie uitgesproken zijn, vind je het leeuwendeel niet leuk. Niemand vindt alles leuk wat bij die PC game. Dus wil je daartussen zitten, weet je? Dus de Xbox Showcase, duidelijk voor Xbox fans, weet je? Maar ja, deze shit, het is echt zo random van alles en nog wat. Dus de kans dat je dingen niet leuk vindt is heel groot. Dat is niet de context waarbinnen jouw game naar voren moet komen. Dus nee, ik vind het ook als marketing tool, vind ik die PC game of PC gamer showcase vind ik gewoon heel slecht. Ja. Neem niet weg dat ik het als mediamaker wel grappig vind, omdat het zo typisch is. Ja. Maar ik denk eigenlijk dit wat indie games nodig hebben is een groot indie festival en die heb je bijvoorbeeld in Londen heb je EGX, geloof ik. Ja. En daar moet gewoon een hele grote mediacomponent aan vastkomen. Nou ja, een van de andere dingen die ik kan meegeven is natuurlijk dat heel veel van deze games zijn natuurlijk op Steam. En zullen onderdeel zijn van, volgens mij heet dat Steamfest, weet je. Ze hebben altijd een paar keer per jaar en dan zijn al deze games als demo te spelen. Oh ja? En dat is wel gewoon heel erg fijn, want je wil het gewoon even spelen, even uitproberen. De games zijn gewoon te klein om mensen in één keer vol te overtuigen. Maar het is gewoon heel veel. Het zit kort op elkaar. En dat maakt het lastig om echt te shinen. Maar goed, alles staat gewoon allemaal online. Dus je kunt al die trailertjes gewoon nog eventjes gaan bekijken. Laten we naar de Xbox Showcase gaan. Van tevoren wisten we natuurlijk, het was een beetje niet do or die, maar ze moesten nu echt wel met shit komen, want 2 jaar op rij hebben we dat niet gehad. De druk stond vol op de ketel. PlayStation Showcase vonden wij allebei niet echt heel erg overtuigd. Nee. Ook een deel omdat de games die er getoond werden, de Spider-Man en de Final Fantasy, de grote game, dat doet mij echt helemaal niks. Mij ook niet. Dus ik had echt zoiets van, ja, ik was blij dat ik misschien een PlayStation 5 ging halen. En nu ga ik niet een PlayStation 5 halen. Dat, want ik vond het gewoon niet tof allemaal. Exact. Er zit voor mij eventjes niks bij de komende tijd wat ik tof vind. Ik vond het ook niet heel erg sterk om te gaan openen met live service games. Dat kwam een beetje geforceerd over. Summer Game Fest had wel een aantal leuke dingen, maar ook niet dat ik dacht van, wow, Jesus, wauw. Ja. Dat is vet. Ja, wat ging Xbox doen? Nou, ze kwamen met een show. Ik dacht dat het 1,5 uur was, maar het was 1 uur. Ja. Met daarna, nou, lekker compact, prima toch? Ja. En openen en sluiten met een topper. Zeker weten. Laten we even beginnen inderdaad met die ene topper. Dan moet ik even gaan zoeken waar die zat, want dat was natuurlijk Fable. Ja, daar waren al geruchten over. Zou het wel komen, zou het niet komen? Nou, het kon eigenlijk ook niet anders dat ze het gingen doen. En dat vond ik ook wel leuk, want ik was in Blast en niemand had dit door dat dit Fable was. Iedereen had zoiets van, oké. En ik maakte een paar grappen door Fable te roepen, maar ik riep ook maar wat. Ja. Maar het is dus feitelijk, ze brengen Fable naar de moderne tijd toe, maar toch ook vasthoudend aan de ouderwetse Britse humor en fantasy. Oftewel, ja. Honey, I Shrunk the Kids. Ook een CGI trailer, misschien dan in-game, maar geen gameplay. Ja, een beetje wel, een beetje niet. Ik wil dit wel spelen. Ik bedoel, ze hadden meteen al 1 game die ik wil spelen. En dat stond eigenlijk wat dat betreft voor mij voor de PlayStation Showcase al 1-0. Ja, daarom. Nee, het is duidelijk dat dit was veel beter dan PlayStation Showcase. Ja. Ik had hier ook bij, ja, weet je, ik bedoel, wat wil je? Nog een keer een kopie van de Fables die we al hadden, maar dan mooier? Nee, ik bedoel, het is tof dat ze er iets nieuws mee doen. Mm-hmm. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb geen idee. Ik vind wel ik heb te veel CGI-trailers gezien. Ja. Zoals dit. Ik haat dit soort trailers, want het zegt namelijk niets over de game. Nee. Dit misschien een beetje, omdat je daar wat ja, weet je, dan zie je misschien nog iets van gameplay, maar deze, ik bedoel die beelden van die jongen, dit ziet er gewoon heel erg CGI uit. Mm-hmm. En het kan wel real-time gerenderd zijn. Ja, in-game, gewoon, ja. Ja, in-game engine, maar ik weet het gewoon niet. Nee, ik vond het, ze zijn hier al een tijd mee bezig, dus ik vond het ook wel een beetje teleurstellend dat ze niet iets, kijk, hier heb je dan wel weer, ja, nee, gameplay, je weet het niet. Dat vond ik wel een beetje teleurstellend. Laat ik zo zeggen, als zij hier ook een snufje gameplay hadden laten zien van 2 minuten, dan had dit nog harder binnengekomen. Ja. Ook feitelijk geen timeslot, binding erbij. Ja, en geen datum. Geen datum, geen window. Ik had nog niet gezegd dat ze een datum, maar ik denk bijvoorbeeld, weet je wel, 2024 of zo, dat had het wat sterker gemaakt. Maar goed, dat zat er niet bij. Mm-hmm.
Maar ja... Maar laten we eerlijk zijn, die Fable die gaat dit jaar niet uitkomen. Nee, 100%. Jaar misschien, weet je. Maar ja. Misschien ook wel niet. Dat denk ik ook. Maar aan de andere kant wel gewoon een prima binnenkomer om mee te beginnen. Even kijken, volgens mij... Ja, deze zat er ook vrij aan het begin. Dat was Sound of Midnight. Oké, vond dit leuk? Nou, een beetje hetzelfde verhaal als jou. Van ik het stijltje zou leuk kunnen zijn, maar het is... Te veel CGI. En ja, wat voor een game is dit? Ja, nou ja, dat is het probleem. Het ziet er fucking goed uit. Maar ja, goed, dat kan iedereen, zou je moeten zeggen. Zeker dit soort studio's met zoveel geld, die moeten dit kunnen doen. Ja. Een of andere manier, het intrigeerde me wel. Maar het is een mooie trailer. Daar is niks. Ja, maar nee, precies. Het is volledig niks zeggend. Nee. Maar goed, ja, ik zal een beetje doorstellen. Er komt er straks een chickie bij. Die is op zoek naar een beest. Maar ja, dan heb ik ook zoiets van... Is dit een mature game? Is dit een alle leeftijden game? Want het was nog een beetje gek beestje. Is het donker? Is het duister? Is het griezelig? Gaat ze met de handen schieten zoals iedereen tegenwoordig doet? Ja. Dit is meer voor mij van... Dit is wat Microsoft... de afgelopen 2 jaar deed, namelijk van... Ja, onze studio's zijn wel met iets bezig, hoor. Ja, inderdaad. Ja. Maar Compulsion Games, ik heb geen idee, man. Het is een van hun kleinere studio's. Daarom, het is een indie game en dat hebben ze gewoon... dat komt gewoon uit. En ik bedoel, een mooie trailer maken, daar hebben ze dan wat geld voor gekregen. Maar of die game goed wordt, totaal onduidelijk. In ieder geval, ik vind het niet interessant. Ik vond PD 3 trouwens wel leuk. Ja? Is niet echt een... Ik vond dat verschrikkelijk eruit zien. Oh ja? Ja. Nou, ik heb die PD 2 ook nog wel gespeeld. Okay. En ik vond de gunplay niet heel goed. Overigens ook heel erg veel CGI. Ja. Nou ja, hier vind ik dan van, dan heb je CGI en dan opeens gaat het over naar die game en dan ziet het er echt zo anders uit dat ik... Maar goed, kijk, het klinkt heel erg kut. In die zin van, op zo'n moment, als zij die grote titels hebben, heb ik ook zoiets van, er moeten ook fillers komen, er moeten ook AA games kopen. Het is Game Pass, weet je, dit krijg je erbij. Dus dan gaat voor mij al, de acceptatiegrens gaat al wat meer naar van, oké, nou ik ga het wel eens uitproberen. Terwijl bij PlayStation heb ik zoiets van, ja, ik ga hier geen $80 voor betalen. Nee, no way. Maar dat is natuurlijk wel het ding met dit. Ja. Maar volgens mij was PD altijd al een game die zat al heel snel bij, weet ik wat, PlayStation Plus en dat soort dingen. Zeker. Ik vind het er niet kut uitzien, hoor. Ik heb wel zoiets van, dit voelt wel eens een goede shooter. En het is gewoon de hele tijd, ze proberen eigenlijk al jarenlang, proberen ze gewoon die scène uit Heat na te maken in een videogame. En dat lukt steeds beter. Ik moet zeggen, het ziet er best goed uit. Misschien is het wat. Ik ga het zeker even checken. Ja, nou ja, dat is het mooie. Dat is ook wel sterk, die message de hele tijd erachteraan, weet je wel. Day One, Game Pass. En ook gewoon een harde game, weet je. Ik bedoel, want dat is natuurlijk de hele tijd die shit. Dat is ook met die South of Heaven, of die wat je net liet zien. Weet je, die gitaarspelende... South of Midnight. Die gitaarspelende gek. En dan die politiek correcte chick die dan opeens kan toveren. Dat ik zoiets heb, het is allemaal zo fucking vaag, weet je. Ik wil gewoon een harde game. En die PD, dan zie je gewoon van, ja, harde actie. Het is een harde game. Vet. Dit was... Ja, we wisten ook wel, ze gingen ook nog wel wat doen met de oude games die ze hebben. Hebben ze eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. Dat is ook wel tof. Ze hebben zich echt gefocust op wat er gaat komen. Maar dit was wel leuk. Een collaboration tussen Sea of Thieves. Ik denk een van de beste lopende games op de Xbox op dit moment. Het is gewoon echt een toffe game. En die gaan een samenwerking doen met Monkey Island. Wat jij weer heel erg leuk vindt. Ja, ik vond het leuk. Sea of Thieves, Legend of Monkey Island. Ik vind het grappig. En het ligt ook voor de hand. Omdat Microsoft volgens mij ook geholpen had bij de development van die Ron Gilbert. Zou best kunnen, ja. Het ziet er leuk uit. Ik moet zeggen, ik ben nooit helemaal aangehaakt bij Sea of Thieves. Mm-hmm. Ik heb het wel gespeeld. Ik vond het geinig. Maar niet, niet te veel. Het scoort. Dit is gewoon categorie leuk, weet je wel. En ook dit weer gewoon Game Pass. Ja. Het is weer zo van, oké, dat krijg ik er dan ook bij. Dus prima dat we dat dan ook hebben. Jij wilde ook even naar de Flight Simulator toe. Die gaan nu ook een soort van samenwerking aan met Dune. En we zagen ook al dat er een soort van uitbreiding komt. Dan kun je private jets vliegen en al dat soort dingen. Nou, ik vind... dit is dan nu een nieuw soort Dune geïntegreerd vliegtuig. Dit hoeft voor mij echt niet. Weet je? Nee. Ik weet het niet, man. Voor wie is dit? Voor Dune-fans of voor... Ik bedoel, Flight Simulator-fans. What the fuck? Die libellen helikopter.
Ik weet het niet, man. Ik vind het stom. Ja, ik... Ja, goed. Dan ga ik ook weer zeggen van, het staat op Game Pass en misschien dat mensen het dan gaan proberen. Nee, ik weet het niet, maar ja, goed. Ja, kijk, ik vind Flight Sim, ik speel het zelf niet hoor, maar ik vind dat wel echt een waanzinnige game. Qua hoe het eruit ziet en hoe ze dat geflikt hebben allemaal. En het wordt echt wel goed gespeeld, vooral op de PC door die community. Leuk dat je nu ook private jets erbij kan doen, dat snap ik allemaal wel. Nou, en military jets zaten er al in. En dat ze zijn dat, en helikopters en zo, dat zijn ze allemaal aan het uitbouwen. En dan komt er meer. En ik vind Voor mij is het gewoon een serieuze franchise. En ze moeten het niet scheidlollig maken. Ze maken het hierdoor scheidlollig. Straks gaan ze ook nog van, oké, er kunnen nu ook Lego helikopters in rondlopen. En dan denk ik van, dan beschadig je eigenlijk de serie waarin mensen proberen officieel echt een vliegtuig te leren besturen. Dat is waar je het voor koopt. Ja, dit was er ook weer eentje, zo onder het motto, een fillertje. We weten niet wat het is. Het ziet er fucking breed uit, maar het is gewoon een trailer. Ik zou het niet weten. Waarom tonen we dit? Het deed me een beetje denken aan die, ik weet niet of die film nog kent, The Abyss. Ja. Dat was een onderwater alien-achtige film. Iets met een boorplatform waar het gruwelijk misgaat. En dit was gewoon van, zie je wel, we hebben studio's en er gaat wat gebeuren. Maar we willen gewoon daadwerkelijk gameplay zien. En hebben we ook gezien hoor. Gaan we het zo over hebben. Maar goed, ja, dit... Ik vind het dan jammer dat er gewoon net eventjes niet... Kijk, ik snap wel dat het in-game is. Maar... Ja, het is gewoon een mooie trailer weer. En geen flauw idee waar dit over gaat. Nee. Dat is gewoon... Ja, dat is gewoon een soort thema. En het stomme is, vroeger was een mooie trailer genoeg. Maar nu heb je gewoon... Je wordt doodgegooid met mooie trailers. Ja. En... Ja, ik weet niet. Zo'n game kan ook weer makkelijk van je radar afgaan. Nou ja, met name inderdaad. Van, er is nu zoveel aanbod. Ik moet gewoon weten van, oké, wat ga ik doen? En waar gaat het over? En dan ben ik pakt of ik... Dan hebben ze mij te pakken of hebben ze me niet te pakken. En hier weet ik het gewoon. Het ziet er vet uit, maar dan gaat het al meteen van mijn radar af. Goed. Like a Dragon nog. Want dat vond ik ook een typisch voorbeeld van een, een mooi gemaakte trailer. Ja. Maar volledig onduidelijk waar dit over gaat. Nee, absoluut. Dit is volgens mij een Yakuza spin-off. Ja. Deze figuur hebben we natuurlijk eerder gezien. Die wordt nu opeens... Ik dacht eerst, we hebben hier te maken met... Is het zombie-achtig? Want ze hebben ook een soort zombie spin-off gemaakt op een gegeven moment. Maar het zijn niet, hij wordt wakker. Ja, het gaat op zijn piemel, die we niet zien. Naakt op het strand. Ja. En dat is natuurlijk, ik bedoel, dit is Japans, dus het is natuurlijk heel awkward als je dan je naakje midden op het strand staat. Ja. Maar ik vind ook weer, ik vind dit een probleem voor veel videogames. Wat ik altijd omschrijf, waar ik echt niet tegen kan, dat is die van, als speler, je wordt wakker in een vreemde wereld en je hebt geen idee wat er aan de hand is. Nou, dit is een schoolvoorbeeld van dat geven. Ja. Hij wordt wakker op het strand, je hebt geen idee. En dat heb ik ook. Overigens deed Xbox in deze presentatie ook exact hetzelfde als PlayStation. En bij PlayStation vond ik het niet tof. Ik vind het bij Xbox ook niet tof. Dat is dit soort games zeggen van... Dat stond er alleen bij Xbox Series X en PC. En we hebben alweer een tweet gezien van PlayStation. Van deze games komen ook naar PlayStation toe. Ja. Microsoft deed het ook. Ik heb zoiets van, jongens, laten we dat alsjeblieft niet doen. Zet er gewoon bij all consoles of whatever, weet je wel. Maar ga niet net doen alsof het alleen bij jou is. Als het echt zo is, dan zet je het neer. En als het niet zo is, dan zet je het er niet neer. Want ik vind het een beetje flauw. Maar goed. Spiemel krijgen we niet te zien. Daar zijn we nog niet aan toe in deze tijden. Slechte trailer vond ik dat. Echt een slechte trailer. Nee, het doet me ook niks. Gemiste kans. Laten we even toegaan naar wat mij betreft wel even een dingetje was. Want dit was eigenlijk... Hoogtepuntje vond ik dat. Eigenlijk verwacht bij de Summer Game Fest. Iedereen zei, daar gaat het zijn. Het zit uiteindelijk bij Xbox. Dat betekent gewoon, ze hebben een marketingdeal. Hadden ze al. Natuurlijk. Hadden ze al, inderdaad. En dit is, hoe je het ook went of keert, inmiddels is dit gewoon, de game is goed. Sterker nog, wat ze niet hebben gezegd en wat ik niet begrijp, is dat alle AI, de stad... De voertuigen, alles in de originele game krijgt een enorme overhaul met deze ding. Dus dat gaat ook nog eens een keer. Oh, wow. Dat hebben ze dan helemaal niet erbij gezegd. En dit is wel even een... Nou, ik ben hier heel psyched voor, ja, man. Ja, maar er zit ook een tekentje richting PlayStation. PlayStation vindt het niet leuk dat deze game, dat zo, wat een hele grote game is, bij Xbox zit. Dit,
vroeger zat dit gewoon bij PlayStation. En ja, nu zit maar ik bedoel, laten we eerlijk zijn, PlayStation heeft ontzettend zijn vingers gebrand aan deze game. Ja. Er is een heel ding toen die game uitkwam en voor geen meter liep op, zeker op PlayStation 4 liep het niet. Ja. En toen heeft PlayStation direct iedereen zijn geld teruggegeven. Dus dat was natuurlijk ook een ruzie met CD Projekt Red. Die zeiden van nee, geef ons tijd om het te repareren. Ja, ze waren weer een beetje, Xbox heeft dat iets voorzichtiger gedaan. Ja, en ja, omdat Xbox heeft die samenwerking. Dus dit is gewoon nog onderdeel van die deal. Maar wat ik er tof aan vind, is dit is nou juist iets wat je niet veel ziet. Gewoon uitgebreide singleplayer actie, sterk verhaal. Ja. We zien hier, er is een nieuw gedeelte van de stad, Dogtown. Dat krijgen we voor het eerst te zien. Dat ziet er, dat schijnt levensgevaarlijk zijn om daarin te gaan. Dus daar is dan het vliegtuig van de president is daar neergestort. En jij moet underground gaan, Dogtown ingaan om de president te redden. En hopen dat het niet een soort hostage situation wordt, wat het natuurlijk wel wordt, dat weet je natuurlijk al van tevoren. En ja, weet je, we zien de bekende gezichten weer. Keanu Reeves zit er ook weer in. En ja, ik word er echt blij van, man. Ik vind het echt heel serieus, heel volwassen. Ja. Ja, het voelt gewoon supergoed. Wat ze ook goed doen is dit. Ondanks dat je zou kunnen zeggen, dit is ook niet gameplay. Het is duidelijk in-engine, want je kent de game al. Dat is het voordeeltje. Je weet dat het er zo uit gaat zien. En ze vertellen het is een beetje een filmtrailer. Ze vertellen echt een beetje het verhaal hierin. Van bam, 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 bam. Dit gaat er gebeuren. Even kijken. 26 september kan je het gaan spelen. Ja, ik vind alleen een naam. Phantom Liberty. Het klinkt als een Metal Gear Solid naam. Ja. The Phantom Menace, weet ik veel. Ja. Misschien een slechte Poolse vertaling van het Engels. Maar dit vond ik echt... met Fable heb ik nu twee games al dat ik denk... Damn, die moet ik gaan spelen. Dus ja, dat is al heel Cyberpunk, absoluut. Super fucking vet. En komt ook snel uit. Echt geweldig. Even kijken hoor. We zaten nu bij Cyberpunk. Ja, dit... ik wil deze... Dit was voor mij... ik hou heel erg van Hellblade. Ik vond het echt een hele vette psychic... Okay. Gekke game. Ook een toffe chick. Ook in een tijd dat er nog niet zo'n heel ding bij was. Gewoon, dit is gewoon Japans een toffe... ook, hè? Het speelt daar wat minder. Ja, het is een toffe chick, weet je wel. En deze game, dit is in-engine. Dit ziet er gruwelijk uit. Eén nadeel, ik had hier echt meer gameplay van willen zien. Dat vond ik wel echt van, deze game had gewoon gameplay moeten kunnen tonen inmiddels al. Die game is echt al zo lang in ontwikkeling. Maar als je dit ziet, ja, de facial animation. Ik kijk heel erg naar dit spel uit. Ja. Dus ik vergeef ze dan een beetje. Omdat ik weet ook wat dit gaat worden. Het is meer een mindfuck game dan dat het nou wel echt een, zeg maar, een God of War-achtige action game is. Ja, wel gewoon tof. Nou ja, je ziet, zo gaat het er straks uitzien. En ja, dat vet. Ja. Vind ik leuk om te spelen. Ja, dus, het is niet mijn game. Ik ga het ook niet spelen. Het is gewoon niet voor mij. Maar ja, het ziet er wel vet uit. Het ziet er vet uit. Goed. Even kijken. Hellblade hebben we gehad. Dus ja, er waren al drie games die ik wilde spelen. even kijken. Nou, hier gingen ook best wel veel mensen... deze wil ik ook even laten zien. Ik dacht namelijk van... Is dit nou de nieuwe Bioshock? En het lijkt... Ik spoel hem even wat door. Het lijkt zo ontzettend op Bioshock. Ja. Nou ja, we weten dat die studio eigenlijk niet meer bestaat. Dus dat komt niet een nieuwe Bioshock. Maar voor hetzelfde geld zitten er... Weet je, we hebben laatst ook die Russische game gehad. Ja, dat dacht ik ook van... Oké, is dit dan weer een game van hun? Atomic Heart? Ja, inderdaad, ja. Ja, ik hou wel van die steampunk shit. Dus dit... Ja. Maar ja, is dit gameplay? Is dit in-game? Denk het wel. Het is gewoon voor mij onduidelijk wat het is. Dus ook weer zo'n verhaal van... Ja, oké, leuk, weet je. Grappig als het leuk is, maar we gaan het zien. Alleen de wereld kan mij wel intrigeren. Dus dit vond ik wel leuk. Maar wel heel erg dat ik dacht van... Dit hebben we al eens bij Bioshock en bij anderen gezien. Ja. Maar goed. Ja, nee, dat was even... Kijk, dat was deze game. City Skylines. Ja, ik heb hier natuurlijk helemaal niks van. Ik dacht van, oh, komen ze daar mee. Ja. Maar die hele zaal in Blast ging echt... wow, weet je, het is echt populair. Nou ja, het is dit is een soort meditatie, maar dan een videogame. Weet je? Dus dit is gewoon... kijk, al die games zijn... Je wordt gebombardeerd met maar echt. Met impuls, weet je. Met prikkels. En... soms wil je ook gewoon gamen om te ontspannen, weet je. Mm-hmm. En dit is een goed voorbeeld. Ik bedoel, er zit hier geen stress in. Je bent gewoon aan het managen. Het is
Ja, het is alsof je kruiswoordpuzzels zit te maken. Ik vind het heel tof en ik vind het ook altijd grappig hoe ontzettend veel beter City Skylines is dan SimCity. Ja, en dat, dit is wel zeg maar de Champions League van... Want ik heb het niet helemaal goed gekeken, maar bij de PC Gamer, PC Gaming Show... En in de indie-wereld heb je ook heel veel city-builders. Maar dit is wel echt... Ze kunnen niet op tegen dit. Het is een indie-game. Het is gewoon hartstikke goed. Ja. Dit, weet je, ik vond deel 1 vond ik goed. En deel 2 is ook super vet. Ja. Weet je? Dus dit ziet eruit als ik dit wil spelen. En dat ga ik doen ook. Ja. Kijk eens. Nou, hier is ook weer een game die bij ons... En ik weet, Daan was hier ook wel echt zeer enthousiast over. Nou, toen kregen we nog 100.000 persona's die allemaal al gelekt zijn. Overwatch, fuck off, weet je wel. Ja, je weet het. Ik bedoel, Blizzard is nu onderdeel van... Eigenlijk min of meer bijna. Dus dat moet er dan bij Fallout 76. Ik had gehoopt dat het een Fallout 4 remaster was. Dat zou ik nog wel vet vinden, maar dat was het niet. Nee. Forza Motorsport ga ik ook niet laten zien, jongens. Dat komt allemaal wel goed, weet je. Dat is gewoon een vette race game. Necrom is een fantastische game, daar niet van. Maar dat voelt dan altijd gewoon niet zo lekker in zo'n show. Want het is weer een verplicht nummertje. Ja. Dan komen we eigenlijk nu uit bij de afsluiter. En de direct die we daarna kregen. En dat is natuurlijk Starfield. Ja. En ik zat op een gegeven moment een beetje de chat te volgen. En een beetje aan het eind ook van de stream. En iedereen was een beetje overpowered. Zo van zoveel informatie en overwhelmed. Overwhelmed, ja, van Jesus, kan dit ook nog? En ik sprak met iemand van Bethesda en die zei: nou, je hebt nog niet de helft gezien wat erin kan. Ja, ik vind dat is altijd lastig, want ik snap dat als je bij Bethesda werkt, hij vertelde me een beetje wat je dan kon. Dat mag ik dan niet herhalen, dat ga ik ook niet doen. Maar het is veel. En het enige wat ik op een gegeven moment had van: damn, het is zoveel, man. Gaan ze dat wel goed krijgen? Willen ze niet te veel? Nou, het hangt er vanaf. Kijk, dit is een... ik denk niet dat het te veel is. Mm-hmm. Ik denk... ik heb heel veel mensen gesproken. En ook, ik zat ook naar de chat te kijken. En heel veel mensen hebben zoiets van... waar gaat deze game precies teleurstellen? Weet je? Want het wordt gepresenteerd als een... Weet je? Net als die... weet je, die hoe heet die andere game die nooit ophoudt met zijn development proces, waar er 150 miljoen of 200 miljoen in is gegaan. Hoe heet die ruimte game? Come on. No Man's Sky? Nee. Ik weet niet bedoeld. Ik kom er nog op. Oké, nou goed, anyways. Wat ik bijvoorbeeld hier heel erg hoopte, is dat er een economie in de game zou zitten. Mm-hmm. Dus dat je met trading van goederen tussen verschillende planeten of sterrenstelsels of ruimtebasen, whatever, dat je daarmee bijvoorbeeld je schip kan upgraden of geld verdienen waardoor je een nieuw schip kan kopen, dat soort dingen. Dat zit er niet in de game. Dat hebben we ook steeds niet gezien. Nou, dus voor een reden, dat is er niet. Het is wat dat betreft echt veel meer een RPG. Mm-hmm. Een space RPG. Wat logisch is, Bethesda. Precies, daarom. Dus dat, ik bedoel, ik denk dat je het ook niet... Het is niet groter dan Fallout. En ondanks dat je tig aantal werelden hebt die allemaal procedurally generated zijn. Op die werelden, daar gaat niks te doen zijn. Dat gaat echt heel leeg zijn. Dus je gaat verhaallijnen volgen. En als je dat doet, dan kom je dus op plekken waar wel leven is en waar wel actie is. Ja. Dus die wereld, dat die zo open is, dat is eigenlijk... Ja, weet je, dat is leuk, maar het biedt geen doel. Dus het doel van die game is gewoon die missies. En je hebt dan ook procedurally generated missies die gewoon, die blijf je doen. Dat is het grinden gewoon, weet je. Dat mm-hmm. is waar je geld mee verdient. Dat is waar je mee levelt en upgrade. En dan heb je gewoon je verhaalmissies. Ja. En je moet level 20 zijn om een bepaald missie te spelen die je verder brengt in het verhaal. En tot die tijd ben je aan het levelen totdat je schip groot genoeg is, weet ik veel, zoiets. En ik vind het prima. Ik heb gewoon zoiets van, als het er zo uitziet en het is dat... en de beloning is goed, want ik vind het ook vet dat je die schepen... je kunt vettere schepen kopen en dat soort dingen. Weet je, ik ben enthousiast. Ik vind het vet. Ik zit even te kijken hoor, of ik hem nog eventjes even één keer kan laten zien. Nou, ja, ik heb dat ook. Het was aan de ene kant... Kijk, de uitdaging voor Bethesda snapte ik ook wel. Deze game is... best wel veelomvattend. En dan kan je een trailertje laten zien. En iedereen had zoiets van, ja, maar wat is het dan? Wat is het? Wat is het dan? Dus ook nog veel van, nou, laat dan maar zien gameplay. Want we geloven het nog niet helemaal. Dus ze moesten ook wel met iets gaan komen. Dit is het vlaggenschip van Xbox voor 2023. Nou goed, dat betekende dat ze er bijna 35 minuten hebben over zitten orakelen.
Ik vond het op een gegeven moment net even te lang duren. Nou, ze hebben ook dingen laten zien als de character customization. Ja. Weet je, dan laten ze zien, ja, kijk, je kan de snoren, je kan de haar. En ik heb zoiets van, elke game kan dat. Moet dat nou echt gepresenteerd worden? Nee, maar dit worden? Was nog meer kon je. Maar dat is dus het probleem. Ja. Weet je, dat, ik snap dat als je die game maakt, dan zit je er helemaal in. En dan ben je blij met je character customization. Ja. Maar als gamer is dat niet zo heel erg boeiend. Weet je? Nee. Ik bedoel, om heel eerlijk te zijn, ik klik 5 keer en dan is het klaar. Nee, en ik heb er ook geen geduld voor. Ik ga dat echt niet kale doen. Kop, klein sikkie eronder, klaar. Ja, whatever. Maar goed, inderdaad, dat is wat je doet. Maar ik wil niet, neem niet weg dat het verhaal van deze game natuurlijk, daarvan verwacht ik gewoon hele goede RPG shit. Weet je, ik wil Fallout, Mass Effect, The Witcher, weet je, dat niveau, dat verwacht ik hier te gaan zien. Ja. En ik denk dat die verwachting gaat worden waargemaakt. Nee, dat zou best kunnen. Ik las ook wel, en wie weet is dat ook wel een beetje pony gedreven van mensen die zeiden, het ziet er niet uit, het ziet er gewoon niet uit. Nou, dan zeg ik altijd van, voor een deel, bedoel, de gezichten en zo vind ik niet super tof, maar dat is Bethesda. Dat hebben ze altijd gehad voor hun. Ja. Iemand omschreef het mooi, Bethesda maakt niet de mooiste games, toen ze goed waren, maar ze maken vooral een soort van speeltuin waarin je rond gaat lopen en allerlei toffe verhalen gaat beleven. Ja. Dat is een beetje wat Bethesda goed kan. En het is natuurlijk een gigantische wereld, wat ook allemaal maar weer gerenderd moet worden, weet ik allemaal. Dus ja, je moet ergens op bezuinigen. Dus nou ja, ik bedoel, ik vind de kritiek ergens wel terecht. Mm-hmm. Maar ik vind het wel een mooie game namelijk. Ja. En het voldoet niet aan de cliché beelden zonder dat het eruit ziet als een indie game. Ik vind het vooral een heel rijke game. Van, ja. Als je dat voedsel, weet je, of dan denk je van ja, waarom heb je het daar nou over? Maar gewoon dat je al die verschillende voedsel, dat je ook echt zag wat voor voedsel het is. Behalve, weet je wel, meestal RPG games zijn dat al drie soorten plaatjes en die pak je dan. Nou, ik vind dat leuk, weet je. Ik kan hier wel goed op gaan. Nou, ik kan je vertellen, als deze game uitkomt, dan krijg je zo 10, 20 miljoen nieuwe Game Pass leden. Ja. Want ja, dat ga je doen namelijk. Ja, dat denk ik ook. Dat is wel een mooie brug naar... dat is een beetje... Kijk, ik bedoel... ik vond dit... Mijn persoonlijke mening... en dat heb ik ook gedaan bij de PlayStation Showcase... en bij de Summer Game Fest. Ik vind altijd twee dingen moet je uit elkaar halen. Dat is de show, dus dat is het totaalplaatje. Van, hebben ze er iets van gemaakt wat appelleert? En dan heb je nog de content. Nou, de show... vond ik niet echt supersterk. Want ik had er meer van. Ik had meer Phil Spencer of iets. Op een gegeven moment kwam die chick op podium. Ik denk, oh, die praat alles aan elkaar. Maar dan was het weer een hele tijd niet. Dus het was wat dat betreft toch weer gewoon heel veel trailers achter elkaar. Ja. Vind ik jammer. De content daarentegen. En dat is deels ook een beetje mijn smaak. Er zaten hier gewoon 4-5 games bij die ik echt wil spelen. Dus voor mij vond ik dit een vettere showcase. Ik ga niet roepen dat dit nou... het beste was wat ik ooit gezien heb. Daarvoor zat er ook te veel... ja, waarvan je niet wist wat het was. En ik heb wel zoiets van... Oké, kijk, als het lijkt er nu op... laat ik voorzichtig zijn... dat die AAA games van Xbox... die beginnen nu een beetje te komen. Forza, Avowed hebben we nog niet eens laten zien. Vond ik er wel minder tof uitzien hoor. Maar Fable zou best wel eens leuk kunnen gaan worden. We hebben natuurlijk Starfield... Dat begint nu een beetje te komen. Nou, inhoudelijk is het vele malen beter dan wat PlayStation heeft laten zien. Zeker. Daar kun je gewoon niet omheen. En als dan straks de deal met Activision valt... en Diablo, wat nu de snelst verkopende game überhaupt is op dit moment... dat gaat naar Game Pass toe, gratis. Ja. Dan Call of Duty straks ook, weet je. Dan komen er ook nog wat andere blissen. Dan denk ik van, oké, nu begint dat plaatje interessant te worden. Nu kun je zeggen... Nou, wat het meer is... Game Pass is echt doodgebloed de afgelopen maanden. Het was alleen op middelmaat. Jaar. Daarom, het is alleen maar... Ik krijg elke maand krijg zo'n mailtje van... nieuw op Game Pass. Ja. Dat werd altijd van... oh, kijk of er wat is. Tot een beetje soort van... een beetje gênant dit, weet je. Ja. En dat... daar zit nu... Ze hebben wel laten zien van... oké, dit is wel een reden om Game Pass te nemen. Het ding met Game Pass is... zo van, een reden om Game Pass te nemen... wil niet zeggen dat de Game Pass gaat nemen... bij wijze van spreken. Maar je neemt het als Starfield uitkomt... of als iets anders uitkomt. Komt. Dus zo'n persconferentie, ja, het maakt iedereen psyched, maar het is niet zo alsof iedereen morgen Game Pass gaat afsluiten. Nee, dat geef ik je mee. En wat mij opviel is, ze hebben het afgezien dat eventjes de Xbox Series S nu ook 2 terabyte geheugen krijgt. Ze hebben het niet meer over Xbox. Ze hebben het echt, het was allemaal echt gericht naar
waar je het ook wil spelen. Dit zijn onze games. Neem Game Pass. Je ziet nu echt heel langzaam die transitie naar... Ja, ik zweer het je, die Xbox gaat eruit. Daar ben ik echt bang voor. Dat zou nog misschien wel eens op termijn kunnen. Het is nu... Maar Xbox is een service geworden, weet je wel. Ja. En die service had één groot gebrek. En dat waren grote, grote games. Die games, net zoals bij Netflix, HBO. Wanneer neem je dat? Als er een grote serie is. Ja. Die moet ik nemen. Dan ga je het nemen. Die kijk je uit. Oh, fuck, ik heb nog 2 weken. En dan ga je grasduinen, weet je wel. Dat is die double A en die single A. Die games, die komen wel goed, weet je. Ik lees nu steeds meer verhalen van indie zeggen, fuck man, ik ben zo blij dat dit er nog is. Want zij betalen me dan tenminste, bij wijze van spreken, 500.000, zodat ik in ieder geval die game kan maken. Dat gaat allemaal wel goed komen. Maar die AAA games, die moeten erbij. En ja, nu moeten ze die deal nog rondkrijgen met Activision. Ik denk dat als dat gedaan is, dan kunnen ze ook weer verder gaan kijken wat ze nog meer gaan doen. Ja. Dan wordt het interessant. Eén game die we niet hebben nog laten zien eigenlijk. God, denk ik. Want dat vond ik ook wel tof. Dat is natuurlijk die Ubisoft game, die Star Wars game. En dat vond ik ook wel een dingetje, dat dat dus bij niet bij PlayStation zat. Dat zal ongetwijfeld ook een marketing... Nou, en niet meer bij EA. Dat, ik bedoel, wat of is... bij Ubisoft zelf bedoel je? Nee, bij EA deed altijd alle Star Wars games. Ja, nee, ook dat. En dat... Ja, goed, ik moet daar maar eventjes een beetje afgaan op wat Koos vindt. Ik kan hem niet 1, 2, 3 filmen. Maar hij komt... De gameplay komt voorbij in UbiForward. Dat vond ik ook wel weer een signaaltje. Dus Cyberpunk, Ubisoft. Ik moet zeggen, ik vind het geen positief signaal. Want ik heb zoiets van, kijk, die Star Wars serie is dooier dan dood. Hier is die. En dat Ubisoft daar zich zijn vingers nu aan gaat branden, denk ik. Ja, dat is gewoon, dat is een failliet. Het is Massive, dus het is ook de studio die voorheen bezig was met de Division. Mm-hmm. De Division is denk ik ook inmiddels al doodgebloed. Dus dat, wat dat betreft, de ene doodgebloede franchise of de andere daaraan. Ja, het is bij Ubisoft, dat is een beetje, hoe heet het nou, Beyond Good and Evil. Die twee, die had ook zo'n hele wrede trailer. Dat iedereen, wow, weet je. En dit is, je moet... Precies, dus je moet een beetje oppassen. Maar voor mij, kijk, partijen als Ubisoft, EA, die kijken gewoon... het gaat ze gewoon om geld. En in de piepshow gaan we het er nog wel even over hebben. Die microtransactions en al dat soort shit, dat is belangrijk. Dus op het moment dat die Game Pass van de 30 naar de 50 miljoen schiet... Mm-hmm. Dan is het fucking interessant om jouw game daar neer te zetten... die vooral moet verdienen aan microtransactions. Omdat veel meer mensen gaan hem uitproberen. En veel meer mensen gaan dan misschien microtransactions kopen... dan dat je het gewoon full boxed in de winkels alleen legt. En dat is natuurlijk waar... Xbox, een deel van de strategie. Ja. Zorgen dat Game Pass zo groot wordt dat EA er baat bij heeft om FIFA gewoon vrij snel op Game Pass te zetten. Ja. En als dat ermee, als een gamer op een gegeven moment weet maar het gaat gewoon niet gebeuren. Weet je, ik bedoel, wat dit gaat zijn, is volledig onduidelijk. Zeker. Nou ja, we weten het. Feitelijk, we weten het vanavond, want het gaat nog vandaag online. Dan is UbiForward, dan mag je er zelf naar kijken. Ja. Dan gaan ik vind we dit ook, weet je, wat de fuck is dat nou? We hebben ze weer aangepaste speederbikes die net weer anders zijn. Ik weet niet, man. Jij bent volgens mij klaar met Star Wars. Ik haat Star Wars gewoon. Ik ben het echt gaan haten. Ze hebben helemaal doodgemaakt. En nu komt Ubisoft weer met een Star Wars game. Ik snap het niet, maar goed. Was je tevreden met deze showcase? Ja, ik vond de Xbox Showcase sterk. Ik vond Starfield sterk. Ik vond ook de manier waarop het gepresenteerd was sterk. Ik ging met een heel goed gevoel weg. Oké. En voor mij is dit waar de E3 om draait. Ze hebben het gewoon goed gedaan. Ondanks dat we team zuur zijn, ben ik eigenlijk helemaal niet zo zuur. Ik vond het goed. We zijn zuur omdat wij altijd de oude E3 met de nieuwe vergelijken. En dan vinden wij vroeger alles beter. Ja. Maar dit was gewoon inderdaad een solid presentatie... laten we hopen, we krijgen er nog één en dat is UbiForward. Ik heb grote twijfels, maar hopelijk kunnen ze ons verbazen. Luister, mijn verwachting voor Ubisoft, dat wordt gewoon kut. Dat wordt gewoon kut. Dat wordt gewoon kut. Nou, we gaan dus zien. Kom lekker haten, kom lekker kijken en haat met ons mee naar de UbiForward. Vanaf 6 uur gaan we live. Yes.